Dit weekend was het griezelig gezellig in de stad. Er liepen heksen, doden en andere monsters vanwege Halloween. Het Waagplein, de Grote Straat en het Hagenborgpark waren diverse activiteiten voor groot en klein. Dit toernooi, een onder-11 toernooi, een internationaal toernooi in samenwerking met Prestige Voetbal Academy. En Prestige Voetbal Academy is een commercieel voetbalbedrijfje uit Enschede. Die hebben ons voor de zomervakantie benaderd om dit toernooi bij PH te mogen organiseren. Ja, we hebben dat in het bestuur besproken en besloten om het dit jaar voor het eerst te doen hier. En er zijn in totaal 20 teams aanwezig. Clubs uit het buitenland, uit Denemarken, Brøndby, Kopenhagen, Nordsjælland. Nou, de Nederlandse topclubs zijn vertegenwoordigd. Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Willem II, Wolfsburg uit Duitsland. En wat is het voordeel van die Prestige Voetbal Academie voor jullie? Zij hebben de contacten met de profclubs. Zij nodigen de clubs uit en wij faciliteren, zeg maar. Okay. Wij stellen ons complex beschikbaar. Onze vrijwilligers zijn vandaag aanwezig.
Heel goed, Bert. Een veelomvattende expositie met de titel Winkelen in Almelo is tot en met 6 januari te zien in het Stadsmuseum. Donderdag was de opening. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort. De officiële stadsomroepen van de gemeente Almelo en nu sinds kort ambassadeur voor het Stadsmuseum is heel even aan het woord. Hierbij doe ik u heden, den 26 oktober 2017, konde van een heugelijke gebeurtenis in deze stonde. De opening van de expositie Winkelen in Almelo. Eigenlijk is dit een tentoonstelling die u in de geschiedenis zelf hebt meegemaakt, hè? Ja, inderdaad. Ik ben zelf natuurlijk ook altijd ondernemer geweest en nog enigszins. Maar ja, wat er door de jaren heen gebeurd is dat, en wat hier getoond wordt, dat is mij allemaal bekend. Wij zaten aan de Bordenstraat. Een installatiebedrijf en smederijconstructiebedrijf. Deze tentoonstelling, hoe kwam die eigenlijk tot stand? Die kwam tot stand omdat wij in onze collectie een ongelooflijke voorraad van relatiegeschenken hebben. Ik dacht, daar moeten we iets mee doen. Maar alleen relatiegeschenken is gewoon saai. Dus toen hebben we dat al pratend, kom je dan op het idee, nou, middenstand in Almelo. Maar ja, wat dan? Dat is ook niet leuk. Winkelen in Almelo, dat is wel leuk. En dan ga je denken van, nou, niet de horeca, je moet je beperken. En dat was eigenlijk het allermoeilijkste. Wat doen we wel en wat doen we niet? En dan heb je bepaalde winkels genomen, maar die zijn ook maar als voorbeeld. Dus het is niet om anderen uit te sluiten, maar wij hebben gewoon een keuze moeten maken voor bepaalde winkels die hier dan ook een deel van een vitrine zelf hebben mogen inrichten. Het is ook erg actueel eigenlijk, hè? De binnenstad, hè? En dan nu de etalages van vroeger. Ja, dat klopt. Etalages van vroeger, met name uit de Grote Straat. Die foto's komen uit de collectie van Peter Leeuwen. En onze medewerker René de Kok is in de Grote Straat gaan fotograferen naar leegstaande panden. En toen hebben we die een beetje achter elkaar gezet. Van sommige panden staan leeg en hoe mooi die gevels vroeger eigenlijk waren. Want die zijn in de jaren 60 eigenlijk al een beetje, ja, onder de toen heersende mode toch. Ja, ik vind het gewoon verknald, maar ik noem het maar zo. Maar het is, we hebben niet de nadruk willen leggen op die leegstand, want er is een heleboel nieuw elan. Zoals bijvoorbeeld de bloemenwinkel aan het kolkje. Die geweldig dat hele kolkje daar heeft opgeknapt. De Rode Molen aan het Schokland. En dus, zo zijn er nog veel meer. In de Doelenstraathoek, Modestraat, Stolenstudio, Wilhelmina en Jules. Die dan ook allemaal hier hebben ingericht. Die op eigenlijk toch wel soms onverwachte plekken deze binnenstad een nieuw elan geven. Sometimes you win, and sometimes you lose. Oh, life is just a ball game. We play jackpot, win it all. Dit beeld uit 1977 staat op de fontein op de hoek van de Kerkstraat en de Grote Straat. Willy Albers Pistorius Fokkemans staat bekend om bronzen beeldhouwwerken van kinderen en dieren. Het idee en initiatief kwam van voormalig burgemeester Schneiders.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.